tussen Astrid en Amira, er moet gewoon een hele weg tussen zitten. Ja, een grote weg. Maar om het beknopt te houden, ik heb gewoon mijn valiezen gepakt hier in België. Ik ben naar Amerika gegaan en Astrid in het Engels, dat klinkt niet zo, want dat doet dan van alles andere dingen denken. Dus ik ben daar beginnen werken. Ik ben van de ene studio naar de andere gegaan en aan mijn eigen project beginnen werken, ook aan andere artiesten hun project. En ik ben op een bepaald moment gestopt en heb ik een plaat gemaakt waarvan ik dacht van dat is nu eens een mooie plaat om mee te beginnen, om mee uit te komen. En dat was dan The Sound of Missing You en die is gemaakt in Zweden. Van horen. Dit is Jamira. Dank jullie wel.